يعني اعوذ بالله وصف الاخير يا اخي، اعوذ بالله يعني ملخبط. دارهم الشيخ علماء او امراء اخي الشيوخ يعني بيان في دار الحديث. اذا اوف امام امام كان عالم ثاني فقه. كان عالم خروج عالم ثاني تاو. خروج عالم من حديث ما ادري مرات في خين عقيده هيك. يعني الشيخ باي اوف خين منهج هيك يعني منهج على يا جماعه. اذا استهابط يعني اذا هيك هيك. او في عالم من الله. هاد نيكس اوف خين عقيده يا شيخ عقيده. هذه نعمه. En daarvoor is het zo belangrijk, broeders, dat we als we onderwijzen, dat we beginnen yani, met het onderwijzen van de kleine boeken van Akida. Zoals onder andere Usul al-Thalatha. En onder andere Kishr al-Shubahat. En Kitab al-Tawhid. En Al-Akida al-Wasifiyya. Van Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. En Al-Akida al-Tahawiyya. En yani, Iman, Ibn Manda, enzovoort, enzovoort. Die boeken die ik net heb opgenoemd. Niet zoals bepaalde mensen beginnen met de mensen te onderwijzen hoe ze een land moeten regeren of hoe ze politiek moeten bedrijven enzovoort. Nee, beginnen met het onderwijzen van het Sahih. Net zoals de Sahih daarmee begon en net zoals de Salaf Saleh daarmee begonnen en net zoals yani, de grote imam zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim en Mohammed ibn Abdul Wahhab en Sheikh al-Albani en Sheikh Ibn Baz en Taymin. En andere grote imams zoals imam Fawzan en Sheikh Rabia bin Hadi al-Madkhali. En onder andere Sheikh Mohammed Aman al-Jami. En yani, Sheikh Saleh al-Harbi. En Sheikh Ubayd al-Jabri. En yani, andere ulema zoals Sheikh Wasiyullah ibn Abbas. En Sheikh Bazmoul. En yani, de grote ulema zoals Sheikh Saleh al-Sadlan. Enzovoort, enzovoort. Deze imams die beginnen allemaal met het onderwijzen van Akide eerst. En dan pas yani, onderwijzen ze de andere dingen. Daarna zijn er nog meerdere groeperingen. Zoals bijvoorbeeld de Murji'a. Die mensen die zeggen dat, zoals jullie weten, dat de imam is gebaseerd op drie verschillende yani, aspecten. Eén, het uitspreken met de tong, het geloven met het hart. En het handelen met de lichaamsdelen. Hun zeggen, het handelen met de lichaamsdelen is niet van de imaan. En ze zeggen dat iemand die, en daarom zeggen de ulema, zeggen dat de murja, ze lijken yani, alsof ze niks zijn, maar hun zijn de gevaarlijkste, een van de gevaarlijkste van Ahlul Bid'ah. Waarom? Omdat alle Ahlul Bid'ah zien dat deze umma, dat deze natie vermoord kan worden. Waarom? Omdat op het moment dat iemand een moord pleegt bij de murji'a, is diegene die moordt, is hij een volledige mu'min. En zijn imam die is net zoals Jibril en Mikaël. Iemand die zina pleegt, die is ook een volledige mu'min bij hem. Dus kijk hoe gevaarlijk deze bid'a is. Het lijkt niet zo gevaarlijk, maar het is verschrikkelijk gevaarlijk. Diegene die zegt, ach, dat uiterlijk dat is niet belangrijk. Ja. En mijn imam is in mijn hart. Dat is allemaal van een irja. En de meeste mensen zijn in deze tijd murji'a. Jammer genoeg. En er is nog een andere groep die heet Al-Zanadiqa. Sommige mensen vertalen Al-Zanadiqa met yani, dat ze munafiqoon zijn. Mensen die alles ontkennen. En mensen die yani, doen alsof ze moslim zijn, maar binnen in hun harten openlijke koefer hebben. Zoals bijvoorbeeld de Druze. De groep die heet de Druze in landen van Bilad al-Sham, Syrië en Jordanië enzovoort. En zoals de Nusayriya en zoals Al-Batiniya en zoals Al-Ismailiya en al deze groepen die zijn allemaal Batiniya, die zijn allemaal mensen die aan de binnenkant openlijke koever yani, in openlijke koever geloven en eigenlijk zien dat en eigenlijk van binnenuit proberen de islam stuk te maken, net zoals de secularisten net zoals de secularisten die de islam stuk proberen te maken van de binnenkant, maar uiterlijk doen alsof ze moslim zijn. En dat ze de mensen yani, die met hun zijn, dat ze hun toestaan, dat ze de salaam mogen laten en dat ze niet meer hoeven vasten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat ze, zoals bijvoorbeeld al-Karamiyya, dat ze gewoon yani, mogen trouwen met hun dochters en met hun moeders, enzovoort, enzovoort. Al dit soort mensen yani, die zijn yani, allemaal op de grote dwaling. En over al deze mensen kunnen we eerlijk gezegd yani, boeken schrijven. En we kunnen over al deze mensen
يعني jaren doorgaan en yani we zijn op dit moment niet yani bezig om hun yani zeg maar allemaal te weerleggen, maar alleen maar yani willen we duidelijk maken dat er hoeveel verschillende groepen zijn. En zoals jullie het weten, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat de Joden zich in 71 groepen zullen opdelen. En dat de christenen zich zullen opdelen in 72 groepen. En dat de moslims zich zullen opdelen in 73 groepen. Al deze groeperingen zullen allemaal in het hellevuur zijn. Behalve één. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam. En wie zijn dat dan? Ja, Rasulullah. Toen zei hij, hun zijn al-jama'a. Yani hun zijn diegenen die zich yani allen in de groep houden. En een andere overlevering staat, hun zijn diegenen die op datgene blijven waar ik deze dag en mijn metgezellen op ben. Waar ik deze dag op ben, samen met mijn metgezellen. En die weg, en over deze hadith zei imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, als hun niet ahlul hadith zijn, dan weet ik niet wie ze zijn. Als hij niet ahlul hadith zijn, dan weet ik niet. En luister het bandje van ahlul hadith. Wie zijn dat ahlul hadith? Als de broeders, yani, inshallah, die de bandjes, yani, jammer genoeg, langer dan 4 maanden niet hebben gedrukt en niet hebben verspreid. En dus een hele grote verantwoording dragen op hun nekken. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat ze deze kennis meer dan 4 maanden hebben gehamsterd. Misschien dat het toch zo is dat de mensen nu die bandjes kunnen luisteren. En anders dan zullen we inshallah een nieuw bandje daarover opnemen. Dat is niet het probleem. Maar deze mensen zullen inshallah de straf krijgen voor het hamsteren van deze kennis. Omdat er jammer genoeg maar heel weinig mensen zijn die over deze kennis in Nederland spreken. Dus mochten deze jongens zich weer yani, zichzelf berispen. En terugkomen naar zelfgezag enzovoort. Dan inshallah zullen ze deze bandjes drukken. En zullen de moslims en de niet-moslims daar inshallah profijt van hebben. Of Allah subhanahu wa ta'ala zal andere betere mensen dan mij naar jullie toe sturen. Die deze dien inshallah voor jullie zullen uitleggen. En die jullie zullen helpen om deze dien te begrijpen. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Jullie moeten weten broeders dat in deze tijd al deze groepen er eigenlijk niet meer zijn. En daar bedoel ik mee dat deze groepen niet meer zijn als groep. Maar hun ideeën die zijn nog wel aanwezig. En deze ideeën zijn o zo gevaarlijk. Want je kan mensen niet onderscheiden door te kijken naar hun hoofden. En je weet van, oh nou, dat hoofd, daar zit dat idee in. En dat hoofd, daar zit dat idee in. Nee, dat weet je niet. Je kan alleen maar kijken naar datgene wat yani, duidelijk wordt van het uiterlijk van iemand. En daarvoor is het in deze tijd zo gevaarlijk. En daarvoor is het in deze tijd zo moeilijk te onderscheiden wat yani, de waarheid is en wat de leugenheid is. Daarvoor moet je jezelf dus inzetten. En daarom raad ik jullie aan om allen te gaan en te luisteren naar de grote imams van Ahlus Sunna. En ik heb net al een aantal namen opgenoemd. En ik heb jullie net een aantal boeken opgenoemd waarin jullie kunnen lezen. En waarvanuit jullie kunnen weten dat deze mensen die uitspraken doen en zeggen dat ze, en waarover andere mensen zeggen dat ze ulema zijn, dat ze deze uitspraken niet zomaar uit zichzelf zeggen. Nee. Deze uitspraken hebben ze uit deze boeken die ik net nog op heb genoemd. En dat zijn de boeken van het zelf. En lees de autobiografie erop na. Je kunt jezelf zien dat deze mensen allemaal sigaat, allemaal betrouwbare mensen waren. Ja, broeder. Dit geloof, deze kennis is geloof. Weet dus van wie je het geloof aanneemt. Je kan je geloof niet zomaar van iedereen aannemen. Kijk dus uit. Niet iedereen die een lesje yani, doet. Is een grote alim. Zoals bijvoorbeeld de laatste woorden dat een bepaalde broeders les geven aan vrouwen. Wat op zich in principe een goede zaak is als islamitische vrouwen les krijgen. Maar als deze vrouwen les krijgen na Salatul Maghrib. Na Salatul Maghrib.
Wat betekent is dat het begin van het donker zijn is. Deze vrouwen worden dus uit hun huizen op de avond gehaald. S'avonds worden ze uit hun huizen gehaald. Ze laten hun mannen thuis en komen om naar de les toe te komen. Is dat geir? Is dat het goede? Of moeten we voor dit soort zaken terugkeren naar de ulema en vragen, ja ulema, is het goed dat een vrouw uit haar huis gaat na Maghrib om naar een islamitische les te gaan, notabene van iemand die weinig tot niks heeft gestudeerd bij de ulema? Is dat de juiste manier? Daarvoor raad ik jullie aan om voor welke zaak dan ook. En dat wat ik net zei is alleen maar een voorbeeld. En zo zijn er meerdere voorbeelden te zeggen. Ik raad hem ieder aan om met wat voor problemen hij dan ook heeft om naar de grote ulema te gaan. Want de grote ulema, dat zijn degenen die ervaring hebben en die kennis hebben over de gang van zaken en weten hoe ze de problemen van de mensen moeten oplossen. Niemand kan je problemen oplossen. Ja, niet eens de medische problemen oplossen. Alleen deze grote ulema. Inshallah zullen we op het volgende bandje gaan uitleggen hoe het verder gelopen is met deze dwalende groepen. En dan gaan we spreken over deze tijd. Of de afgelopen tijd. En dan gaan we spreken over onder andere Jamaat al-Tabligh. En Jamaat al-Ikhwan al-Muslimin. En Jamaat al-Qutbiyin en al-Sururiyin. En Jamaat. En de groepen van de andere dwalende mensen. Aan de hand van de uitspraken van onze grote ulema. Als ik een fout heb gemaakt, of als ik iets goed heb gedaan, dan is het van Allah. Maar als ik een fout heb gemaakt, dan is het van mezelf en van de Satan. Ik hoop dat Allah ons allen de waarheid laat zien en die doet volgen. En de leugen laat zien en daar ver weg bij. لاد بلايسا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.